Dit is de SteelSeries Arena 7 luidsprekerset. Een tweewegsysteem met een linker, een rechter speaker en een subwoofer. Je kunt deze set kopen voor €260 en ik kan je nu al verklappen. Als je op zoek bent naar goede luidsprekers die ook nog geen stijlvol zijn, dan is deze set een goede deal. Laten we beginnen met het design, want dat is echt wel slick. Je ziet het nu van de achterkant, maar de speakertjes zijn super slick. En de subwoofer, ja, die is gemaakt natuurlijk om op de grond te zetten, zoals onder je bureau. Het is eigenlijk gewoon een strak zwart blok. En de twee luidsprekers zijn mooi vormgegeven en niet al te groot. Bovendien bevatten ze aan de achterkant, zoals je ziet, een heel tof RGB-licht. Die je zelf in kunt stellen en je kunt ze ook een beetje afstellen. Zo, een beetje naar boven en beneden. Het enige nadeel is misschien dat de kabels van deze speakers een beetje stug zijn. En daardoor zijn ze iets lastiger weg te brengen. Dan de functionaliteiten. De subwoofer is in principe waar het gebeurt. Dat zit aan de achterkant, zit alles wat je nodig hebt. Daar kun je alles op aansluiten. En er zit op de achterkant van de sub ook een knop om het volume daar te regelen. Op een van de andere luidsprekers, van die kant, zitten twee knoppen. Eentje is een simpele draaiknop voor het volume. De andere is een multifunctionele knop die je kunt gebruiken voor dempen, headset en LED-omschakeling en Bluetooth-koppeling. Dat is direct een hele vette feature, want je kunt bijvoorbeeld muziek van je telefoon afspelen op deze luidsprekers. De Arena 7 heeft ook een AUX-aansluiting, waarmee je dus met een 3,5 mm jack apparaten zoals je telefoon of tablet aan kunt sluiten. Maar ook een optische aansluiting en zo heb ik hem bijvoorbeeld aangesloten op mijn tv. Mijn vrouw vond het zelfs niet erg, want ze vond ze best wel cool eigenlijk. Het enige nadeel daarbij is dat er geen afstandsbediening bij zit, vooral als je hem zo aansluit. En dus moet je telkens naar dat ding lopen om hem luider of zachter te zetten. Dat is best irritant. Maar het belangrijkste is dat je je PC, je Mac en zelfs je PlayStation kunt aansluiten via de USB-aansluiting. En op de PC haal je daarmee dan ook echt wel alles uit. Zeker als je de software downloadt, de SteelSeries GG Sonar app. Daarmee kun je per game aparte equalizer presets gebruiken. Maar een van de leukste dingen van deze set is dat je met PrimeSync RGB het licht op je luidspreker zo kunt afstellen dat die reageert op wat er op je scherm gebeurt. En zelfs met bepaalde games zoals Counter-Strike kun je instellen dat bijvoorbeeld bij low ammo of low health ze rood worden. Dat is natuurlijk wel vet. Veel vetter dan dat het op je headset gebeurt natuurlijk, want ja, dat zie je nooit. En dan het geluid. Dat is behoorlijk goed. Nou, deze subwoofer, dat is echt wel een gamechanger, zeker als je een headsetje gewend bent. Die heeft echt een enorme impact op de grootsheid van het geluid. Zeker zware geluiden zoals explosies komen zo heerlijk naar voren. Beam! Om ervoor te zorgen dat de dynamische prestaties redelijk goed blijven, moet je daarvoor wel de subwoofer goed afstemmen. Als je die niet volle kracht laat blazen, dan komen de hoge tonen er wel mooi bovenuit. En zodat die niet ondersneeuwen onder al dat geweld van die subwoofer. Maar het nadeel van zo'n krachtige subwoofer is dat als je veel wisselt tussen games, muziek en films, je moet toch af en toe die sub even een beetje bijstellen daar op die achterkant. Zodat de dialoog in films bijvoorbeeld niet zo dof klinkt bijvoorbeeld. En dat knopje zit aan de achterkant op de subwoofer die op de grond staat. Dus voordat je het weet zit je om de havenklap op je knieën onder je bureau. Dat is niet zo heel handig. Maar als je al die plussen en minnen bekijkt, is de Arena 7 gewoon een hele mooie luidsprekerset. Mooi strak design, fantastisch mooie RGB-lichten die echt een toegevoegde waarde hebben in mijn optiek. Borden vol zitten met opties en aansluitopties en natuurlijk lekker vol geluid waar je softwarematig ook nog eens alle kanten mee op kan. En dat allemaal voor €260. Tja. Aanraden.